Hoi, ik ben Maaike en wat leuk dat je samen met mij iets over biologie wil leren. In deze video kijken we naar basisstof 5.4 voortplanting. In deze basisstof kijken we naar de voortplanting bij een plant. Hoe vindt die plaats? In deze video leg ik uit hoe voortplanting en bevruchting bij planten plaatsvindt en welke vormen van ongeslachtelijke voortplanting we bij planten tegenkomen. Bloemen zijn net als de wortels, stengels en bladeren organen van planten. De bloem is het voortplantingsorgaan van de plant. Deze zijn voor elke plant heel verschillend. Soms zijn bloemen fel gekleurd en groot, of soms heel klein en bijna onopvallend. Maar hoe verschillend bloemen ook zijn, ze zijn allemaal ongeveer op dezelfde manier opgebouwd. Een bloem bestaat eigenlijk uit twee delen: de bloemkelk, het groene gedeelte, en de bloemkroon, het gekleurde gedeelte. De bloemkelk bestaat uit kelkbladeren. Deze zijn meestal groen. Kelkbladeren kunnen vergroeid zijn, dan zitten ze aan elkaar vast. Maar kelkbladeren zijn meestal los van elkaar. De kelkbladeren beschermen de knop tegen uitdroging en kou en zorgen er dus voor dat de bloem zich ten volle kan ontwikkelen. De bloemkroon bestaat uit kroonbladeren. Deze bladeren zijn vaak groot en fel gekleurd. Het is dan ook vaak de taak van de kroonbladeren om insecten te lokken. Insecten zien grote gekleurde dingen beter dan groen en bovendien werkt het als een soort enorm neonlicht dat de aandacht van het insect op het bloem richt. Maar soms zijn de bloemen juist heel klein en onopvallend. Dan hoeven deze planten geen hulp te krijgen van insecten bij de voortplanting, maar maken ze gebruik van bijvoorbeeld de wind. Net als de kelkbladeren kunnen de kroonbladeren vergroeid of los van elkaar zijn. Maar hoe verschillend bloemen ook zijn, ze bestaan bijna allemaal uit dezelfde onderdelen. De kelkbladeren, de kroonbladeren, de stamper, vaak in het midden, en de meeldraden. En daar zijn er vaak meerdere van. De meeldraden zijn de mannelijke voortplantingsorganen van de plant. En, net als bij dieren, zorgen de mannelijke voortplantingsorganen voor veel zaadcellen. Bij planten noemen we dat de stuifmeelkorrels, ook wel pollen genoemd. De meeste bloemen hebben meerdere meeldraden. Een meeldraad bestaat uit een helmdraad, het onderste stukje, die als een soort stengeltje is, en het bovenste gedeelte, de helmknop. De helmknop bestaat uit verschillende helmhokjes waar de stuifmeelkorrels in opgeslagen zijn. In het helmhokje vindt meiose plaats en worden de stuifmeelkorrels ontwikkeld. Tijdens de ontwikkeling worden de stuifmeelkorrels steeds groter, tot het moment dat ze niet meer in het helmhokje passen. Dan barst het helmhokje uit elkaar en komen de stuifmeelkorrels vrij. De stamper is het vrouwelijke geslachtsorgaan van de plant. In de stamper ontwikkelen zich de eicellen van de plant. De meeste planten hebben één stamper, maar er bestaan ook planten met meerdere stampers. Een stamper bestaat uit drie onderdelen. Het bovenste stukje noemen we de stempel. Die vangt de stuifmeelkorrels op. In het midden zit de stijl en onderaan vind je het vruchtbeginsel. In het vruchtbeginsel zijn de zaadbeginselen aanwezig. In elk vruchtbeginsel is minimaal één eicel aanwezig. In elk zaadbeginsel is één eicel aanwezig. Op het moment dat de eicel bevrucht wordt, ontstaat hier een zaadje of pitje uit. Sommige planten hebben heel veel zaadbeginsels. Denk bijvoorbeeld aan een tomaat. Andere planten hebben maar één zaadbeginsel, bijvoorbeeld een perzik of een avocado. Elke stuifmeelkorrel en elke eicel heeft een celkern waarin het DNA aanwezig is. Zoals we allemaal weten hebben planten geen voetjes waarmee ze bij een andere plant op bezoek kunnen. Dus om zich voor te planten hebben ze een beetje hulp nodig. Planten kunnen geholpen worden door insecten of door de wind. Om insecten aan te trekken maken bloemen nectar aan. Dat is een zoet stofje waar insecten dol op zijn. In tropische landen trekt dit niet alleen insecten aan, maar ook kolibries en bepaalde vleermuizen. Ook die kunnen de plant helpen bij bestuiving. De nectar zit vaak diep in de bloem verstopt. Een bij of een ander insect kruipt dan heel diep in de bloem, waarbij hij langs de stempel, de bovenkant van de stamper en de meeldraden kruipt. Alle stuifmeelkorrels plakken dan aan de haartjes. Wanneer deze bij dan in een volgende bloem nectar gaat drinken, strijkt hij weer langs de meeldraden en de stempel. De stuifmeelkorrels komen op die manier op de stempel terecht. Het overbrengen van de stuifmeelkorrels op de stempel noemen we bestuiving. Om te spreken van een bestuiving moet wel het stuifmeel van dezelfde soort bloem op de stempel terechtkomen.
Er moet een bevruchting plaats kunnen vinden en dat kan alleen maar tussen bloemen van dezelfde soort. Er vindt ook geen bevruchting plaats tussen kippen en honden. Hetzelfde geldt voor planten. Er kunnen alleen babyplantjes ontstaan tussen twee planten van dezelfde soort. Een tulp kan dus nooit een roos bestuiven, maar wel een andere tulp. Voor een bevruchting heb je bovendien altijd twee cellen nodig, een mannelijke cel en een vrouwelijke cel. Bij de meeste dieren zijn dit de cellen van twee individuen. Bij planten kunnen dit ook cellen van dezelfde bloem zijn. Wanneer bijen of andere insecten stuifmeel verplaatsen, kan er op drie manieren bestuiving plaatsvinden. Het stuifmeel van de bloem kan op de stempel van dezelfde bloem terechtkomen, dat noemen we zelfbestuiving. We noemen het ook zelfbestuiving wanneer het stuifmeel op de stempel van een andere bloem van dezelfde plant terechtkomt. Op het moment dat het stuifmeel op de stempel van een bloem van een andere plant terechtkomt, noemen we dat kruisbestuiving. Dan moet het dus wel een bloem van dezelfde soort plant zijn. Dus wanneer het stuifmeel uit mijn tulp terechtkomt op de stempel van de tulp van de buurvrouw. Op het moment dat een stuifmeelkorrel van dezelfde soort op de stempel terechtkomt, dan groeit er een buis uit de stuifmeelkorrel. Dat noemen we de stuifmeelbuis. Deze stuifmeelbuis kruipt helemaal naar beneden. Vanaf de stempel, door de stijl, naar het vruchtbeginsel en het zaadbeginsel. De celkern met het DNA uit de stuifmeelkorrel verplaatst zich door de stuifmeelbuis naar beneden naar het zaadbeginsel. Op het moment dat de stuifmeelbuis bij de eicel in het zaadbeginsel terechtkomt, verplaatst de kern van de stuifmeelkorrel zich naar de eicel. Daar versmelten de kernen en zo komt het DNA uit de stuifmeelkorrel bij het DNA van de eicel. De eicel is dan bevrucht. De bevruchte eicel bevat nu chromosomen van de stuifmeelkorrel en van de eicel. En dit is op dezelfde manier als dat we bij dierlijke cellen hebben gezien. Wanneer de celkern van de stuifmeelkorrel en de eicel versmolten zijn, begint de eicel te delen. Dit vormt de kiem. Het zaadbeginsel begint ook te groeien. Er ontstaat een zaadje. Uit de kiem groeit uiteindelijk het plantje. Wanneer de eicel in het zaadbeginsel niet wordt bevrucht, ontstaat er dus ook geen zaadje. Wanneer er in het vruchtbeginsel meerdere zaadbeginsels aanwezig zijn en die allemaal bevrucht worden, kunnen er dus meerdere zaadjes met kiem ontstaan. Er moeten dan dus meerdere stuifmeelkorrels op de stempel terechtkomen die allemaal zelf een stuifmeelbuis vormen en dus allemaal zelf een eicel in het zaadbeginsel bevruchten. De meeste bloemen hebben een stamper en meeldraden. Omdat er twee geslachten aanwezig zijn in de bloem, noemen we deze planten tweeslachtig. Maar niet alle bloemen hebben twee geslachten in een bloem. Sommige bloemen hebben alleen meeldraden of alleen een stamper. Omdat er dan maar één geslacht aanwezig is in de bloem, noemen we zulke bloemen eenslachtig. Je ziet dan een vrouwelijke bloem, die heeft één of meerdere stampers, of we zien een mannelijke bloem, die heeft alleen meeldraden. Wanneer een bloem tweeslachtig is en dus meeldraden en een stamper heeft, wonen het mannetje en het vrouwtje dus in één bloem. Een plant met tweeslachtige bloemen noemen we dus eenhuizig. In dit huis, de plant dus, wonen twee geslachten, mannetjes en vrouwtjes. Wanneer de bloemen eenslachtig zijn en dus of mannelijke of vrouwelijke onderdelen hebben, kan een plant nog steeds eenhuizig zijn. De plant heeft dan en mannelijke bloemen en vrouwelijke bloemen. Dan wonen er dus nog steeds twee geslachten in dezelfde plant. Maar wanneer een plant of mannelijke of vrouwelijke bloemen heeft, dan wonen de twee geslachten dus in twee verschillende huizen planten. Zulke planten met alleen of mannelijke of alleen vrouwelijke bloemen noemen we dan ook tweehuizig. Veel planten en de meeste dieren planten zich geslachtelijk voort. Geslachtelijke voortplanting heeft als voordeel dat er veel genetische variëteit ontstaat binnen een soort. Een nadeel is dat je er wel iemand anders bij nodig hebt of, zoals bij planten, hulp nodig hebt van wind of insecten. Maar planten kunnen ook een kopie van zichzelf maken zonder dat daar een mannelijke stuifmeelkorrel bij nodig is. Ze kunnen zich ongeslachtelijk voortplanten. Een manier waarop planten kopieën van zichzelf maken is door kleine plantjes aan de rand van hun blad te laten groeien. Alle kleine bolletjes die je ziet zijn nieuwe plantjes. Er vormen zichzelf al worteltjes. En op een gegeven moment vallen deze kleine plantjes af
en wanneer ze op de grond vallen, groeien ze verder tot grote volwassen planten die ook weer kopieën van zichzelf maken. De plant op deze foto's heet ook wel Mother of Thousands, moeder van duizenden, omdat ze zoveel nieuwe plantjes maakt. Een andere manier van ongeslachtelijke voortplanting is met behulp van knollen. Knollen zijn de verdikte worteldelen van een plant. Ze zitten dus onder de grond. Het bekendste is de aardappel, maar ook radijs en dahlia kunnen zich voortplanten met behulp van knollen. In een knol wordt reservevoedsel opgeslagen en elke knol heeft verschillende knoppen. Uit elke knop kan een nieuwe plant groeien. Op het moment dat de nieuwe plantjes groeien, gebruiken ze de voedingsstoffen uit de knol. Wanneer de plantjes groot genoeg zijn geworden en hun eigen wortels hebben gevormd, hebben ze al het reservevoedsel gebruikt en is de knol helemaal verschrompeld. Een bol lijkt op het eerste gezicht op een knol, maar als we ze beide doorsnijden, zien we toch iets heel anders. Bij een knol zie je een massa, het zijn alleen maar reservestoffen. Maar een bol ziet er heel anders uit, we zien dan allemaal laagjes. De bol bestaat uit een bolschijf met rokken. Rokken zijn verdikte bladeren met veel reservevoedsel. Een bol bestaat uit een bolschijf, een hele korte stengel, waarop de verdikte bladeren, de rokken, staan. Tussen de rokken bevinden zich de zijknoppen. Wanneer de bol begint uit te groeien, groeit een van die knoppen tot een plant, bijvoorbeeld een narcis of een tulp. De andere zijknoppen worden dan nieuwe bollen. Aan het eind van het groeiseizoen sterven de bovengrondse delen en de wortels af. Voor het uitlopen in het nieuwe groeiseizoen gebruikt de plant het reservevoedsel uit de rokken die daardoor verschrompelen. In het voorjaar kunnen de zijknoppen zich ontwikkelen tot nieuwe bollen waar weer nieuwe planten uit kunnen groeien. Een plant kan ook nieuwe stengels maken. Wanneer de stengel bovengronds blijft noemen we dat uitlopers. De plantjes die aan deze stengels groeien maken worteltjes zodra ze de grond raken. Op die manier wordt het nieuwe plantjes. Aardbeien doen dat bijvoorbeeld. Maar wanneer een plant een stengel maakt die onder de grond groeit, noemen we dat wortelstokken. Ook uit deze stengel kunnen nieuwe plantjes groeien. Een voorbeeld hiervan zijn lelietjes van dalen of herfstasters. Wortelstokken, uitlopers, bollen en knollen zijn allemaal vormen van natuurlijke, ongeslachtelijke voortplanting. Het zijn manieren die ook gewoon in de natuur voorkomen. Maar telers kunnen planten ook kunstmatig ongeslachtelijk vermeerderen. De makkelijkste manier is om te stekken. Er wordt dan een stukje van de plant genomen. Daar worden worteltjes aangekweekt door de stek op water te zetten of door wortelpoeder te gebruiken. Dat poeder zorgt dat de stek snel worteltjes maakt. En dan kun je van één plant 4 tot 5 kopieën maken. Maar de teler kan er ook voor kiezen om uit één plant groeiknoppen te snijden. Uit deze knoppen zouden normaal blaadjes of stengels ontstaan. Deze knoppen worden dan in een speciale vloeistof gelegd. Uit elke knop ontstaat dan een nieuw plantje. Wanneer die groot genoeg is, worden ook daar de groeipunten uitgehaald om nieuwe planten te kweken. Op deze manier kan de teler wel duizenden kopieën van een plant maken. Wat leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!